Het is vandaag zondag 3 maart en het is nu 12:30 en ik sliep echt pas om 4 uur. Ik was echt met mijn moeder aan het kletsen, denk ik, tot 3:30 in de nacht. Mijn moeder is trouwens echt een nachtuil. Ze is altijd in de avonden tot laat wakker. Maar ik ga morgen verhuizen. Ik ga morgen ook al in dat huis slapen in Zoetermeer met mijn man. Ik heb nog geen enkele shit gedaan. Gewoon, het is echt een troep. Al mijn kleding zit nog in mijn kast. Het is nog echt een troep. Ik ga klaarmaken om te ontbijten met mijn vader. En ik ga daarna maar opruimen. Ik ben zo niet voorbereid. Het idee is dat ik altijd 100 plannen maak in mijn hoofd. En ik voer er 1 uit. En dan voel ik me daarna... Ik maak het zoveel groter in mijn hoofd dan het is. Ik heb net een Get Ready With Me opgenomen waar ik heen ga. Dus op huwelijksreis. Ik vond het echt heel leuk om te doen, maar ook een beetje sad tegelijk. Want het is mijn laatste Get Ready With Me in mijn kamer met... I don't know. Het voelt wel echt heel raar. Leuk en sad tegelijk. Deze engel is zo niet aantrekkelijk. Maar goed, ik heb net ontbeten. Nou, eigenlijk gewoon lopen lunchen. Het is nu inmiddels 3 uur met mijn vader. We hebben het gehad over wat dingen aan mijn huis. Ik heb even de meubels laten zien aan mijn vader die ik heb besteld. Hij vond het echt heel leuk. Leuk om mijn vader weer gezien te hebben. En ja, de eerste volgende keer dat ik hem zie, dan komt die iftar doen inshallah bij ons thuis. Ik sliep zo laat. Het is 8:30. Mijn man is met het busje allemaal spullen ophalen. En komt daarna hierheen om mijn spullen op te halen. Gisteren, nou, ik begon echt pas... om 10 uur met inpakken. Echt tering laat. Hij was ook nog gekomen om te helpen. Want ik weet niet, ik had gewoon echt moeite ermee. Om het af te krijgen. Vandaag is een lange dag. En dit is de laatste keer dat ik hier heb geslapen. In mijn eigen bed. Bij mijn mama. Alle spullen zijn ingeladen. Of tenminste, mijn auto is gewoon vol. Hij is met een busje gekomen. Mijn man met zijn vader. En die hebben de andere spullen allemaal ingeladen. Ik ben dus nu onderweg naar Zoetermeer om de sleutel op te halen. Ik weet niet. Het idee dat ik nooit meer op die manier in mijn moeders... Ik weet niet. Feels weird. Sleutel opgehaald. Alle spullen die we hadden zijn ingeladen. Maar ja, we hadden nog geen kledingkast, tafelmeubels. Gewoon alle dingen hadden we niet. Die had ik heel goed besteld. Gewoon, weet je toch? Ik dacht, oké, dat is fijn. Want dan komt het maandag allemaal binnen. Stoelen zijn wel binnengekomen. Bed komt vandaag ook binnen. Ik weet niet waarom. Ik had aangevinkt bij IKEA van maandag bezorgen. Staat er opeens 13 maart. 13 maart. Ik heb geen tijd tot 13 maart. Dus ik heb mijn bestelling nog staan. Maar ik kan hem wel annuleren. Dus we gaan nu met z'n tweeën, met mijn man en ik, gaan we naar de IKEA. En hopelijk kunnen we dezelfde dingen vinden. En dan kan ik die andere dingen gewoon annuleren. Nu we het busje toch hebben. Dus on my way to IKEA. Oké, ik heb het vliegtuig op gaan zetten. Deze vol zetten. Het is vandaag dag nummer 2, onze eerste nacht gehad. Ik heb denk ik maar 5 uurtjes geslapen. Ik heb echt net lang, 10 minuten lang met die deur lopen kutten, omdat we die niet open kregen. Ik moest mijn jas pakken uit de auto. We hebben een lift, want ik woon in een appartement. En die space, die is de hele tijd open en dicht aan het gaan. En dat hoor je natuurlijk. Live, love, love. Nummer 14. Ja, van het eerst heb ik dus een event in Amsterdam, terwijl ik niet woon in Zaandam. En dat was wel echt heel lijp. Ik ben nu dus bij het event, we gaan iets van mindfulness doen. Ik weet niet, een soort van yoga of zo. Ik ben echt veel te brak. Ik ben helemaal goed. Ik ben heel excited. Ik ken het merk al. Deze deo in Turkije kocht ik altijd. Echt in Maleisië. Top. Ken je dat? Ik zit op mijn laatste 5% en ik probeer echt die energie eruit te halen. Ik moet nu weer een uurtje terugrijden naar mijn huis. Mijn huis. Zoetermeer. Ik heb er echt zoveel zin in.
om eventjes alles op weer te gaan ruimen. Ze hebben dus nu de pakjeskast helemaal in elkaar gezet. Andere kasten ook. Dus nu kan ik echt opruimen. En ik probeer het een beetje te filmen. Maar ik wil niet andere mensen erin hebben. Want privacy. Maar I'm trying. Maar ik ben echt moe. Ik denk dat ik eerst naar huis ga en slapen. Het is dag 3. En het is eindelijk een wat mindere troep. Dus ik kan jullie alvast wel wat dingetjes laten zien. Dit is onze keuken. Het is nog echt een troep. Zo, excuse it please. Het is dus een soort van L-keuken. Het was al gedaan. Dat hoefden wij gelukkig niet te doen. Vroeger was ook al gedaan. Dit zijn dingen die dus allemaal weggaan. Dat merk je pas als je gaat verhuizen. En hier hebben we de gang. Ook echt vol troep. Daar is onze waskamer. Dit is onze keuken. Nee, dat is niet onze keuken. Dat is onze badkamer en wc in één. Daar kom je gelijk vanuit de gang. Hier is onze slaapkamer. Yeah. Dit is de slaapkamer. En de pakskast is in elkaar gezet door mijn man en zijn vriend. Bed is nog niet compleet. En die komt denk ik zo. Het is best wel een klein appartement, maar ik ben echt heel dankbaar. Dit is mijn make-up tafel. Die hebben we gisteren in elkaar samen neergezet. Mijn spiegel die komt nog, maar ik vind het zo leuk dat... Oké, ik besef deze troep eventjes echt niet normaal. Dat als ik hier dus zit en dit dan omhoog is, heb ik vet mooie zonlicht zo. Pap, moet je kijken. Kijk, amazing. Amazing. En hier hebben we ons balkon. En in de woonkamer is nu mijn man bezig met dingetjes nog in elkaar zetten. Maar ik kon nu eindelijk een beetje opruimen en het is dag 3. Nu net thuis, we hadden gegeten bij mijn schoonvader. En ik heb mijn outfit al aangedaan. Het is echt een heel basic outfit, want ik moet nog zoveel... Het is daar echt één troep. Het is echt één troep daar. Ik denk, morgen is alles opgeruimd, inshallah. Kijk, ons bed staat nu gewoon in de woonkamer. Want, zoals ik al zei, het is daar een troep. Ik ga straks naar een filmpremière met Siham en... Dresscode was zwart en blauw. En dit was het enige met blauw dat ik even kon vinden. Ik heb nu mijn examen, maar ik ga straks hakken aandoen. Ik ga echt de meest basic make-up op doen. En basic make-up voor mij is concealer. Een BB cream. Ja, ik ga het goed uitpakken, denk ik. Ik ben gearriveerd, veilig en wel. Ik wacht nog op CM. Zij is er met... Even kijken, 5 minuutjes is zij er ook. We gaan dus samen naar een soort van horrorfilmpremière. Het is met zo'n knuffeltje. Ik heb echt geen idee welke het is. Ik moet persoonlijk zeggen, ik hou niet echt van horrorfilms. CM daarentegen heel erg. Dat weet ik van haar. Als je iets hoort, dat is mijn buik. Ik heb trouwens prikkelbaar darmsyndroom. Dus mijn darmen die maken af en toe geluid. En soms hoor je dat ook op de video. Dus dat is mijn buik. Of nee, eigenlijk mijn darmen. En ja, ik hou wel echt van films. Ik ben wel benieuwd naar deze. Maar ik weet gewoon dat elk horrorfilm... slecht. Zeg maar, het gaat om die jumpscare. Je wil gewoon dat je schrikt. Daar gaat het eigenlijk gewoon om. Maar voor de rest van alle andere genres vind ik echt heel leuk. Vooral actie. Actiecomedy is denk ik wel mijn favoriet. Dat vind ik echt heel leuk. Mijn man en ik gaan echt minimaal 1 keer per week ook naar de bios. We hebben zo'n Pathé abonnement. Dan betaal je €30 per maand. En dan kun je onbeperkt naar de film gaan. En wij halen dat geld er echt uit. Gewoon echt sowieso. We houden gewoon zoveel van films. Voor ons naar de film gaan is dus echt dat je escaped van de realiteit. Dat je eventjes eruit. En even helemaal in de film. En vooral als het een goede film is. Dat is zo leuk. Oké, ik praat echt zo lang. Sam, waar ben je? Daar is ze eindelijk hoor. Wil je even zwaaien voor mijn vloggie? Oh ja, wacht. Hey guys. Van 3 kilometer ver. Jut en Jul is weer on the way. Wij zijn hoe laat aangekomen? 9 uur. We hadden gepland om kort over 8 uur te zijn. Er is een hele scavenger hunt. Dat is trouwens die film. Kijk, met dat beertje wat ik bedoelde. Ik denk dat wij gewoon gelijk door moeten naar de film. Because we're late. Aren't we not? We are very late. That's usual with us. Yes. It's gewoon normaal. This is very normal for us. Daar zijn we weer hoor. Nou, die film was zo leuk. Je moet echt gaan. Wacht. Skip. We moeten toch gewoon eerlijk zijn? Nee, ik ben echt niet serieus. Dit was echt... Ja, zij vond hem echt heel slecht. Het is maar dat jij me hebt uitgenodigd om te komen. Want anders was ik net 10 minuten weggelopen. Ja, oké. Ik was echt weggelopen. Ja. Ik was echt... Zeg maar, ik ben 1 keer geschrokken en het is een horrorfilm. 1 keer. 1 keer. En daarvoor ga je gewoon. Ja. Ik schrik echt vaak. Mij echt niet bellen. Zo. Weet je het? Ja. Nou, we gaan betalen en naar huis. Ik moet echt een camera gaan kopen, maar ik ben nu thuis. Ik ga slapen. Morgen ga ik weer naar Amsterdam. Ik heb dus een soort van workshop met Charlotte Tilbury. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik neem hem natuurlijk weer mee. Morning, het is vandaag
dag 4. Ja, het is donderdag. Ik heb straks dus een workshop met Charlotte Tilbury. Ik kan mijn skincare nergens vinden. Ik heb deze toevallig van Celenes gekregen. Dus dit is mijn skincare. Letterlijk alleen een crème. Dit is echt zo hel. Deze dagen zonder skincare. Oké, ik moet echt niet zeggen. Dat gaat echt helemaal naar zo. Ik ben dus nu aangekomen in de Bijenkorf. Deze lip combo's, echt heel mooi. Volgens mij is het strip down van MAC met Laneige lip gloss, nee, lip masker. Ik moet dus nu lopen naar Charlotte Tilbury, alleen het is, ja, 1:15. Ik stond echt dik vast, want de politie had weer de weg afgezet zoals altijd in Amsterdam. Ik heb dus een badjas gekregen en dit is dus het hokje. Hier kan je dus alle producten zien die denk ik gebruikt gaan worden. En het hokje ziet er dus uit als volgt. Dit is toch vet leuk. Het is gewoon een hidden gem in de Bijenkorf. Echt helemaal leuk. Nou, ik ga lekker een facial krijgen met de Charlotte Tilbury producten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga af en toe shots nemen, maar vooral ga ik genieten. Well, I'm here. En ik hoor net dat Charlotte Tilbury eigenlijk gewoon begonnen is met skincare. Dat wist ik niet. En de niet de Magic Water Cream, maar gewoon de Magic Cream. De Magic Cream, ja. Dat 10 jaar geleden. 10 jaar, ja. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Ja. En deze facial wat ik nu krijg, kan je dus ook boeken via de Bijenkorf website. En het leuke is, dus net als die masterclass, als je een Charlie fan bent, krijg je die producten gewoon weer terug. In make-up of skincare, of kan je het ook mixen, of gewoon je van alles kopen. Maar ik denk, na de behandeling wil je dan ga je die skincare. Ja, dat dacht ik al. Maar dit voelt echt zo lekker. En het ruikt ook gewoon echt wellness. Echt heel fijn. Alsof je in een spa bent, hè? Exactly. Like, ik ben in principe gewoon nu ook in een spa. Helemaal zen en klaar met mijn massage. En kijk eens even wat zij in haar handen heeft. Kan je nog één keer uitleggen waarom? Want ik was echt in shock. Wat we dus doen is, na de skincare adviseren we altijd te finishen met een setting spray. Dit zorgt er eigenlijk voor dat de skincare in je poriën blijven. Zodat je eigenlijk ultimate kan genieten van je skincare. Dit is toch echt mindblowing. Wie had hier aan gedacht? Gewoon echt, let's do it. En Charlotte, every step she needs a setting spray. Dus eigenlijk als het aan haar lag, dan wilde ze bij elke stap wel. Elke stap, wauw. Ja. Nou. Maar dit is eigenlijk je laatste stap van je skincare. Dat ga ik echt doen. Ja. Dit is echt amazing. Dit wist ik gewoon echt niet. Amazeballs. En die massage gehad, gewoon een facial, alles door de producten heen gegaan. Dit voelde zo lekker. Ze liet me dus ook alle producten... Awkward dat als je dezelfde kant op gaat lopen. Ze heeft me dus ook alle producten en zo zien. En het voelde zo fijn. Ik ga ook echt alle producten gewoon gebruiken in mijn dagelijkse routine. Want I need this. En ik weet dat parfum niet zo heel goed is. Hangt er vanaf hoeveel het parfum erin zit. Maar die producten ruiken echt lekker. Zo lekker. Het voelde echt alsof ik in een spa was. Ik ga nu even naar de Primark toe. Want ik wil even kijken of de Primark Home van Amsterdam Centraal echt leukere dingen heeft. Want die van Zaandam en Zoetermeer heeft bijna niks. Allemaal opgewitte tranen. Mandje is wel handig, denk ik. Met shop. Ik had echt niet verwacht dat ik in de Primark die viral bakjes zou vinden. Kijk, ik heb dus deze. Echt in diverse maten. 2 van elk gekocht. Ik wil ook niet te veel kopen. Ze hebben zoveel. Ik heb gewoon 2 karretjes. Hoe ga je dit in mijn eentje meenemen? Hoe ga je dit doen? We gaan het zien. Good morning, zoals je ziet staat mijn pakkast helemaal goed en gevuld. Mijn kleding is dus opgeruimd. Dit is geen kleding, dit is iets wat weg moet. Voor de rest heb ik hier ontzettend veel make-up en skincare dat ik op moet ruimen. Maar het is zoveel. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit allemaal toegestuurd krijg. Niet allemaal, ik koop ook heel veel zelf. Ja, ik koop nog steeds make-up en skincare. Ik ben er zo dankbaar voor. Maar ik denk dus vandaag een giveaway ga doen op mijn TikTok kanaal. En 5 winnaars ga ik kiezen. Want het is te veel. Ik kan het nooit in mijn eentje opmaken. En ik geef al zoveel weg aan al mijn naasten. Dus jullie verdienen het natuurlijk ook. Want door jullie kan ik dit werk doen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Morgen moet dit helemaal opgeruimd zijn. Want daar wil ik morgen mijn eerste Get Ready With Me doen. Dat moet. Dat ga ik gewoon doen. Ik heb nog een skere spiegel staan van vorig huis. Want ik heb een nieuwe spiegel gevraagd aan mijn moeder en mijn broer. Weet je wel, met die lampjes zo. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Voor de rest ga ik vandaag niet zo heel veel doen. Ik ga uit eten. Want mijn schoonbroer is jarig. Dus ga ik het hele gezin uit eten.
En ja, ik wil nog eventjes zeggen van like en subscribe op mijn kanaal. Dat voelt heel ongemakkelijk om te zeggen, maar elke week komt er een vlog. En volgende week heb ik hele leuke planningen staan, dus ik denk niet dat je dat willen missen. Dus bij deze, love you, bye!